26 februari 2010. 2 augustus 96. Zaterdag 9 februari. 4 augustus 1996. Dat zijn data die vergeet ik niet. Absoluut niet. Ik voelde me heel goed in Nagano. Ik was zo ontzettend geconcentreerd dat ik niks zag. Ik was ook voorbereid op alles. Mijn ding, mijn baan, mijn race. Ik had er onwijs veel zin in. Ik genoot van alles. We pakken elkaar vast en kom erop, we pakken jullie. En dan is het take your marks. En dan is gaan. Op het moment dat ik het water raakte, toen wist ik van dit is mijn moment. Ik voelde ook dat elke klap was raakte, een soort dansend over het ijs. Maar het zijn allemaal van die flitsen, pam, pam, pam. En dat was gewoon slow motion. Het moet kloppen en daar klopte het. En zo hoog mogelijk die bal, zo hard en zo diep mogelijk aan de andere kant erin slaan. Stop, dat is mijn leven. En ik wist op het moment dat we er voorbij gaan, dan gaat niemand ons meer terugpakken. Maar ik dacht, wat verdomme, ik sta zo erbij, dit wordt, ik ga nu voor goud. We moeten het nu echt doen en dit is echt de laatste kans. Wij gaan deze wedstrijd winnen. En dan zie je het podium voor je. Ja, en toen heb ik echt gedacht van finish. We gaan het doen. Ja, en dan gaat dat fluitsignaal en dan vliegen die sticks door de lucht. Ja, en dat was goud. Pas na de laatste bal dringt het tot je door. Ja, ongelooflijk. Ik moest schreeuwen, krijsen. Een gil en beide handen in de lucht. En heel veel emotie kwam erbij kijken. Dat is dan... Dat is... Gek. Dat goud op deze manier gewonnen wordt, kan eigenlijk niet. En het hoeft ook niet. Laten we gaan voor goed goud. Ga voor goed goud.